Wij gaan hier 171 appartementen maken. We gaan er rond een horecaplint. In de kelder een parkeergarage. Nou, wij wilden starten. En als je een bouw gaat starten, dan heb je veel stroom nodig. Voor de torenkraan en de bemaling rondom, schottenketen. En in dit geval gaf Liander aan, we kunnen wel leveren, maar dat gaat heel lang duren. Die tijd was hier in dit geval niet. Dus ja, zodoende zijn we op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen en kwamen wij Greener uit. Hier op deze bouwplaats in Zaandam werken Heddes en Greener samen, doordat Greener de stroomoplossing levert voor de totale bouwplaats. Dat doen we hier onder andere met zonnepanelen en een torenkraan die Heddes zelf heeft ingezet. En wij gebruiken een batterij om te zorgen dat wij altijd een goede mix van opgewekte energie hebben om die machines van stroom te kunnen voorzien om hier te kunnen bouwen. We hebben voor Greener Power Solutions gekozen omdat ze werken met accu's waarmee ze peak shaving kunnen oplossen. En daarmee grote stroomverbruikers, zoals een torenkraan, gewoon van stroom kunnen voorzien met een beperkte toevoer aan stroom. En daarmee dus een grote CO2-uitstoot voorkomen door grote aggregaten, die zijn dan overbodig. We hebben hier geen gebruik kunnen maken van een netaansluiting, daarom een dieselaggregaat. Maar het mooie van deze opstelling is dat we het combineren met zonnepanelen en de batterij als peak shaver, is het een veel kleiner dieselaggregaat dan die normaal had gestaan. Waarmee we dus ook alsnog enorm kunnen besparen, ondanks dat we afhankelijk zijn van de diesel en niet bijvoorbeeld op een netaansluiting kunnen draaien. Het was natuurlijk even uitproberen. Dit is uiteindelijk een pilot die we draaien met Greener. Waar we na veel overleggen, ja, kan het wel of kan het niet. En uiteindelijk, de keten draait met een hoop vermogen. De torenkraan draait met een hoop vermogen. En je ziet een duidelijke besparing in diesel. En daar zijn we als Heddes Bouw en Ontwikkeling zeer blij mee.